deze crisistijd nu er van overheidswegen zoveel ingrijpende maatregelen moeten worden getroffen, komt het er voor ons allen geheel op aan uit welke gezindheid deze maatregelen zullen worden geboren. Uit de kapitalistische of uit de socialistische. En daarop kunt gij vrouwen thans invloed uitoefenen door middel van uw stemmingen. De RDAP, die de huidige crisis ziet als een gevolg van de ondeugdelijke inrichting van onze maatschappij, komt op tegen het streven bij de bezittende klasse bestaande om maar steeds meer van de crisislasten af te schuiven op de schouders der arbeiders en hun vrouwen en kinderen. De arbeidersklasse, met haar duizenden werklozen, betaalt aan de crisis reeds een zware tol van stoffelijke en geestelijke ellende. Moet zij nu ook nog worden getroffen doordat het onderwijs voor haar kinderen slechter wordt gemaakt, doordat er bezuinigd wordt op noodzakelijke uitgaven voor de volksgezondheid? Gij vrouwen zult zonder aarzelen zeggen nee, maar onze regering Ruijs meent van ja en de partijen die haar in de Tweede Kamer steunen, handelden volgens den wens der regering. En deze partijen zijn er evenmin voor teruggedeinsd nieuwe lasten op het arbeidersgezin te leggen. Er moest meer geld komen in de schatkist dan maar wat meer belasting gelegd op artikelen die in ieder gezin gebruikt worden. Op de suiker, op de thee. Elke huisvrouw, rijk of arm, betaalt sinds enige maanden een paar cent meer voor ieder pond suiker en voor ieder pakje thee. Zij betaalt daarmee een extra belasting die haar door de huidige regering is opgelegd. En bedenkt hoe door de boterwet, die ten doel had de veehouderij te steunen, niet slechts de prijs van de boter, maar ook die van de margarine werd verhoogd. Wij, sociaaldemocraten, zijn niet tegen het verlenen van steun aan de veehouderij of andere bedrijven die zulks nodig hebben, maar zijn er tegen dat die steun gehaald wordt uit de beurzen der allerarmste huisbezitters. En als de schatkist extra inkomsten nodig heeft, willen wij daaraan meewerken door extra belastingheffing van hem die ondanks de crisis nog in weelde leven. Maar een verzwaring van de belasting op suiker en thee of enige andere onmisbare levensbehoeften wordt door ons ten eenenmale afgewezen. Ziet hoe duidelijk uit de getroffen maatregelen de gezindheid onder huidige regering blijkt. Hoe zij niet schroomt steeds zwaarder lasten op de arbeidersklasse te leggen. Arbeidersvrouwen, verheft daartegen uw stem. Eist een rechtvaardige verdeling van de crisislasten. Stemt daarom de partij die voor deze gedachte opkomt en geeft uw stem aan de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij.